Voordat je iets kunt bekijken door de microscoop, moet je eerst een preparaat hebben. En dat kun je zo maken. Je neemt een objectglas, het grote glas, dat leg je neer. Een druppel water gaat erop. En dan pak je wat je nodig hebt. In dit geval een blaadje van waterpest. En dat wil je gaan bekijken. Daarvan neem je een heel klein stukje. Met de pincet pak je dat eraf. En je legt dat in het druppeltje water. Je kunt de prepareernaald gebruiken om het netjes recht te leggen. Dan pak je een doosje met dekglaasjes. Kijk wel goed op wat de deksel is, want anders dan vallen ze er allemaal uit. En één daarvan pak je voorzichtig aan de zijkant beet. Knijp niet te hard, want ze breken heel snel. In één hand heb je het dekglaasje. In de andere hand pak je de prepareernaald. Je zet de punt van de prepareernaald neer. Op het dekglas vlak bij de waterdruppel. En dan laat je, terwijl je het dekglaasje schuin tegen de prepareernaald zet, langzaam het dekglaasje vallen, zodat alle lucht er goed onderuit kan komen. En voilà, je eerste preparaat.